Yo YouTube, mijn naam is Levi Jans en jullie kijken naar de eerste aflevering van Lokaal 69. De serie waarin wij al jouw funzige en vatzige verhaaltjes en vragen over seks gaan beantwoorden en aanhoren. En vandaag is het ook tijd voor de eerste aflevering. Wij hebben een vragenlijstje van jullie gekregen over allemaal gekke seksvragen. Deze gaan wij beantwoorden, dus welkom bij Spijbeluur. Neuken, ballen, seksen, wippen, krikken. Ketsen, pompen, douwen, fucken, pijpen, peffen, masturberen, aftrekken, fappen, oraal bevredigen, anaal bevredigen, vaginaal bevredigen, digitaal bevredigen. Oké, we beginnen met vraag 1 en dat is de vraag: kan je zwanger worden in een zwembad? Het is zo'n fabeltje geweest dat er dan een jongen was, die kwam klaar in het zwembad en iedereen was zwanger. Waarom zou je klaarkomen in een zwembad? Een zwembad waar iedereen in zit, omdat anders ook niemand zwanger kan worden. Een beetje gek inderdaad, al zou je klaarkomen in het zwembad. Maar het antwoord is nee, je kan niet zwanger worden door zaad dat in het zwembad rondzweeft. Want ja, dat gaat gewoon dood omdat er chloor in zit. En zaad over het algemeen overleeft gewoon niet in water. Dus jongens, jullie kunnen lekker met z'n allen zitten rukken in het zwembad zonder dat er slachtoffers vallen of dat jullie ongewenst kinderen krijgen. Dus laten we met z'n allen een tijdje rukken in het zwembad. Vraag nummer 2. Ik ben al heel lang verliefd op een meisje, maar al mijn vrienden vinden haar kut. Wat moet ik doen? Sowieso, om te beginnen moet je natuurlijk niks van je vrienden aantrekken en gewoon doen wat je zelf wil. Daarentegen hoef jij ook niet met de vriendin van jouw vriend te gaan. Dus dan hoef je ook weer niet de vriendin van jouw vriend leuk te vinden. Want jij hoeft niks met hem of haar te hebben. Dus dan toch weer een beetje... Je bent al heel lang met een jongen aan het whatsappen en nou wil je met hem afspreken. Moet ik dat doen, ja of nee? WhatsApp is natuurlijk super handig, want het is super makkelijk om gewoon even een berichtje te typen. Maar het is natuurlijk veel beter om iemand gewoon in het echt te spreken. En daarom ben ik nooit zelf voorstander van WhatsApp. Dus daarom is het beter om iemand inderdaad in het echt te leren kennen. Maar wees wel pas op of het wel echt de persoon is waarvan je denkt dat het de persoon is. Dat heb je niet straks met de kinderen te maken hebt. Mag je seks hebben als je 16 jaar bent of jonger of ouder? Nee, tuurlijk mag je lekker seks als je 16 bent of jonger dan 16 of ouder dan 16. Er zit gewoon geen leeftijdslimiet op. Wel als jouw sekspartner ouder dan 16 is en jij jonger dan 16, dan is het officieel niet toegestaan. Oh ja, en als je natuurlijk echt jong bent, wat is dan jong? 13 is redelijk jong. Praat er dan gewoon over met je ouders, dat is niet ongemakkelijk. Misschien in het begin, maar ja, ouders hebben ook seks gehad, anders liep je er niet op deze aarde rond. Dus ja, lekker praten en lekker seksen. Is het normaal om als 14-jarige porno te kijken? Porno. Heel de wereld kijkt porno, is zelfs nog een leuk feitje wat hier niet staat, maar wat ik wel uit mijn hoofd weet. Nou, de meest bekende porno website is afgelopen 2016-2017, dat jaar, 3,5 keer de mensheid, dus het bestaan van de mensheid, bekeken. De hele wereld kijkt porno, het is vet normaal en lekker porno kijken gewoon. Waar gebruik wel je eigen creativiteit en porno is geen echte wereld, porno is allemaal nep. Heb jij nou ook een funzige seksvraag of een leuk seksverhaal? Seksverhalen zijn ook leuk. Ja, doen we ook. Heb jij nou een leuke seksvraag of funzige seksverhalen? Stuur die dan eventjes op naar spijbeluur@scholieren.com. Wij hebben gewoon onze eigen e-mail gefixt daar zo. Vet nice, thanks Wayne. En dan lezen wij de seksvraag in de video en het verhaal. En dan gaan wij lekker seksen, toch? Oh ja, via Instagram kan het ook. Daar hebben we gewoon Instagram, spijbeluur. Dus jongens, tot de volgende keer en lekker seksen. Doe het veilig en veel.